Hoi, ik ben Sarah van Zijder en Zijdewinkel en op dit YouTube kanaal beantwoord ik vragen over zijde en alles wat daarmee te maken heeft. En deze week is de vraag: wat is mulberry silk? Nou, mulberry silk is de Engelse naam voor moerbeizijde. En moerbeizijde, dat is eigenlijk 90% van alle zijdes die er zijn op de wereld. Moerbeizijde komt van de moerbeirups, van de moerbeizijdevlinder. En hij dankt zijn naam aan het feit dat hij enkel en alleen het blad van de moerbeiboom eet. En daardoor heeft hij ook zo'n mooie, natuurlijke, witte zijde die hij spint. Want een rups spint zijde, net als dat een spin haar web spint. En op de vraag, hebben jullie ook mulberry silk of hebben jullie ook moerbeizijde, is het antwoord ja. Want 90% is dus moerbeizijde. En de vergelijking, ik zeg wel eens, het is alsof je naar de supermarkt gaat en zegt, wil je frisdrank voor me meenemen? Want frisdrank komt er in allerlei variaties. Je hebt cola, je hebt Fanta, je hebt Sprite. Dus als je zegt, heb je ook moerbeizijde? Ja, dan is het antwoord ja, maar welke zoek je dan in die hele verscheidenheid aan zijdes? Want bijvoorbeeld een hele lichte chiffon, die doorschijnend is, dit is moerbeizijde. Maar een hele lichte, transparante variant. Veel bekend van het filten, maar ook bijvoorbeeld van de meerlaagse rokken of voor bruiden als alternatief voor tulle. Ook tulle is moerbeizijde. Crêpe satin met haar glanzende satijnkant en haar matte crêpe kant wordt veel naar gevraagd. En dat heeft er ook mee te maken dat dit een hele fijne stof is om op te slapen. En waarom het dat dan precies is, leg ik je ook uit in een van mijn video's. Bourrettezijde is ook moerbeizijde. Maar dit wordt gemaakt van de laatste stukjes garens van de afgehaspelde cocon die open is gebroken. Het zijn allemaal korte vezels. Die worden aan elkaar geweven in dit geval. En daardoor heb je een zijde met een wat ruwer oppervlak. Het is 100% moerbeizijde, maar dan een andere variant. Ook dit is moerbeizijde. De doupion, stijve zijde. Wordt vaak gekenmerkt als een wilde zijde. Maar dat is het niet. Het is moerbeizijde en de wilde zijde is alleen voor de zijderupsen anders dan de Bombyx mori. Dus de eri, de tazzer en de muga. En wat die precies voor zijde spinnen, dat laat ik je ook zien in een van mijn video's over wilde zijde. Nou, ik hoop dat ik je wat meer wegwijs heb gemaakt in de term mulberry silk. Heb jij een vraag over zijde? Stel hem mij gerust via een van onze contactpagina's. Bel me 0251-750-276 of stuur me een e-mail naar info@zijderwinkel.info@zijder. En ik help je heel graag in jouw antwoord naar de zijdes.